En dat is helemaal geen gemakkelijke opgave, want de treffer staat momenteel zesde op de ranglijst. 39 punten, slechts 2 minder dan de Koninklijke HFC. Dus bij een nederlaag dan gaat de Koninklijke HFC flink zakken op de ranglijst en is plek 2 ineens heel ver weg. Dit is het begin van de wedstrijd. Rachid El-Yacoubi is er vandoor. Kijk dan wie er voor het doel staat, maar hij komt niet eens tot een voorzet. Want hij wordt in de rug gelopen door Joris Jansen en een strafschop is het gevolg. Niet heel intelligent van Jansen, overduidelijk. En de penalty is er voor de Koninklijke HFC in minuut 6. Carlos Opoku is de vaste strafschoppennemer. En hier is te zien waarom. Hij faalt bijna nooit vanaf 11 meter. En dus al vroeg de voorsprong voor de Koninklijke HFC. Dat 2 weken vrij is geweest, speelde op 20 maart de laatste wedstrijd in de topklasse. En nu dus weer in actie tegen de treffers. Castien zet wat druk op de verdediging van de treffers. En ook Van der Band doet dat. Die komt hier invliegen en met succes, hij verovert de bal. En dan ontstaat er dan een grote kans. Van der Band doet het helemaal alleen. En de 2-0 voorsprong voor Koninklijke HFC. Als Haarlemse muggen vliegen ze op de verdedigers van de treffers af. En die weten ze niet van zich af te slaan met succes. En zo zie je maar weer. Druk zetten heeft in dit geval nut. Bram Elting gaat in de fout en 2-0 voor de Koninklijke HFC. Hier is Elting in een aanvallende rol. Eerste schot van de treffers. Ruim naast. Sterk gedaan dit door Vincent Volkert. Ook een HFC weer bouwen aan een aanval. Zeker als Temeres hier goed wegdraait en El-Yacoubi wegstuurt. Net als in de zesde minuut Jansen in de achtervolging. Hij geeft nu geen duw. Daardoor kan El-Yacoubi schieten. Maar hij stuit op doelman Niels Cornelis. Goede actie van Rachid El-Yacoubi, die linksbuiten, die na dit seizoen de Koninklijke HFC verlaat. Dit is Meelsen, topschutter bij de treffers. Doet dit heel handig. Met 1 schijnbeweging 2 spelers van HFC kwijt. Maar keeper Tom Boks nog wel alert op de lijn. Goede redding. En zo laat ook de treffers van zich horen. Ja, aantrekkelijk duel. Mielsen met Prijs. Dat wint Prijs. Gaat hij onderuit, krijgt hij de bal niet goed weg. En is het Elting die uiteindelijk de aansluitingstreffer maakt. Spelers van de HFC zijn boos, want zij vinden dat Prijs hier wordt gehinderd bij het wegschieten. Er valt wat voor te zeggen, maar scheidsrechter Thijs laat doorspelen. En dus kan Elting zijn fout uit de eerste kwartier goed maken. En de 2-1 scoren. Veel doelpunten tussen beide ploegen is niet heel gek. De treffers is de meest scorende ploeg uit de topklasse met 45 doelpunten. HFC is de nummer 2 op die lijst met 42. En hier komt alweer de volgende kans. Als de bal tegen de hand gaat van Opoku. Het is heel lastig te zien in de herhaling vanuit dit standpunt. Maar via Holst ketst de bal af op de arm van Opoku. En dus een strafschop. En Pieter Mulders is het vooral oneens met het moment waarop die valt. Er zou er maar 2 minuten blessuretijd bij komen. Dit is al minuut 50 in de eerste helft. De strafschop gekeerd door Boks. Maar in de rebound Robin Jansen. Alsnog met de 2-2. In een krankzinnige eerste helft. En Pieter Mulders laat nogmaals zijn klok zien. En achteraf zegt scheidsrechter Thijs. Toen ik het doorgaf, 2 minuten blessuretijd, kwam er nog een blessuregeval. En daarom trok ik nog 3 minuutjes bij. En daar moet HFC het mee doen. Tweede helft is een kwartiertje uit als Tamires hier uithaalt. De eerste beschietingen na rust. Met nog altijd die 2-2 stand. Holz. Verspeelt hij de bal, gaat een hard door. Hij krijgt ervoor de gele kaart. Bij Koninklijke HFC zijn ze vooral boos voor iets wat daarvoor gebeurde. Want wordt Holz hier niet vastgehouden en moet daar niet voor gefloten worden. Er valt wat voor te zeggen. Maar Holz moet hier niet doorgaan, krijgt ervoor geel. Had al geel en dus rood. En AFC na een uur verder met 10 man tegen de treffers. En voorzitter Gert-Jan Pruim, die kan het allemaal niet meer aanzien. Gaat een beetje voetballen langs de kant. AFC houdt wel goed stand met 10 man. De treffers komt er nauwelijks uit. Dit is eigenlijk de eerste, de beste grote kans. 10 minuten voor tijd, Maasdorf. Maar hij mikt niet goed. Maar het is het start zijn voor een slotoffensief van de treffers. Dat moet natuurlijk ook voor de winst gaan. Wil het nog kampioen worden? Kopbal van invaller Black. Goede redding van Boks. En zo ontwikkelt die druk steeds meer en meer op het doel van de HFC. Dat er zelf af en toe nog uit kan komen.
moet deze corner natuurlijk wel beter getrapt worden. Countergevaar? Nee, want Verdam let goed op. Verdam naar Haarmans. Het zal toch niet? Het zal toch niet? Het zal wel! Wouter Haarmans in minuut 94 zette die koninklijke HFC op een voorsprong. Met 10 man. Het staat koud in het veld. Het feest is groot in Haarlem. En dat feest duurt lang, zelfs zo lang dat er nog een minuut extra tijd bij komt. Net als in de eerste helft, dus extra tijd. De treffers met mannenmacht naar voren. Natuurlijk, ze moeten wel. Ze hebben niks meer aan een 3-2 nederlaag. Dus ontstaat hier een kans voor Verbeek. En hij zorgt eigenlijk wel voor een passend slot van dit krankzinnige duel door in de 95ste minuut de 3-3 te maken. En zo verdriet bij de Koninklijke HFC.